Dit is alles wat je moet weten over de allereerste week B&B Vol Liefde. Er is al gezoend en dat in de eerste week van B&B Vol Liefde. Het zijn Thijs met een Z en Annemarie die in aflevering 2 een kusje uitdelen. Vliegers in een restaurantje. Ja, dat is voor vogeltjes. Heel erg leuk. Op een plek waar je regelmatig zit en denkt van, oh ja, daar kan ik ze... En dat moet er dan in. Smakelijke meelwormen zelfs erin. Ja. Grappig. Ja, echt heel leuk. Ja, echt heel leuk. Ik ga je kussen. Wat zou Paul nou van deze ontwikkelingen vinden? Want hij vond vorig seizoen de liefde bij die kleurrijke Debbie in Spanje. En Annemarie, jawel, blijkt de zus te zijn van Paul. En hij is daar heel erg trots op. Zij heeft natuurlijk van dichtbij gezien dat er liefde kan ontstaan in het programma. Of dat nou bij haar ook gaat gebeuren, dat moet nog blijken. Want Paul kijkt in ieder geval elke aflevering en vraagt het zichzelf ook af. Zullen er nog meer kusjes uitgedeeld gaan worden? Dat is de vraag. Nu ook Helena is gearriveerd en daar lijkt Thijs met een Z best wel gecharmeerd van te zijn. Oelala. Ja, is een dochter van Zeus. En de mooiste vrouw van Griekenland. Dus leuk. Ja, dan bij Mike in Spanje zijn er al 2 dames binnen, Noor en Charlotte. De oplettende tv-kijker herkent Charlotte misschien wel. Niet alleen Mike is onder de indruk van deze privéchef. Martijn Krabbe en Milouska Wietsehausen waren dat jaren geleden ook. Toen zochten zij voor het programma Top Chef Academy de nieuwe tv-chef van Nederland. En met haar tweede plaats wist ze het programma net niet te winnen. Maar wie weet heeft ze in B&B Vol Liefde meer geluk. Ah, ik dacht wel, ik ben hier ingehuurd om gewoon de B&B over te nemen en alleen maar voor iedereen lekker te koken. Ik denk, dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Zonder wrijving geen glans. Nou, daar weten de deelnemers van B&B Vol Liefde alles van. Sommige logees zijn nog geen 24 uur te gast voordat de eerste scheurtjes in hun prille ontmoetingen ontstaan. Bij Robert-Jan is het nog steeds snotlapmaatje Els. Hoe Els? Ja, Annemarie dus. Zij is vrouw nummer 2 in zijn Schotse optrekje. En of dat gezellig wordt of juist een kilte bedoeling, dat gaan we nog zien daar in die Schotse hooglanden. Bij Anja is Joop en zijn koffiezetapparaat inmiddels gearriveerd. Ja, en dat heeft Anja geweten ook. En ik heb nog geen koffie gehad. Ik denk ook... Zal ik dan eens een bakje koffie maken? Ja, ik vind het zo erg gezegd, dat moet je doen. Maar ik hou van hele lekkere koffie. En ik zag dat jij nog van die ouderwetse opschenkkoffie hebt. Die in jouw ogen misschien niet lekker is, maar nou, ik hoor van anderen lekkere koffie. I don't know. Ja? Ik heb mijn eigen koffiemachine meegenomen. Je meent het! Het is nog even koffiedik kijken, maar het lijkt uit te lopen op een bakkie pleur op. Ook Mirjam heeft haar eerste logé Marcel mogen ontvangen in haar jungalow. Wat flauw, maar dat is het wel. En ze lijken al best een beetje onder de indruk van elkaar. Bij Iris in Griekenland lijkt het al bergafwaarts te gaan. Heb je geen rijbewijs? Dan loop je bij haar een blauwtje. En René, met 1 E, vindt het juist irritant dat vriendin Sandra, met 2 A's, overal mee naartoe moet. Nee, ik heb geen rijbewijs. Oh jeetje. Nooit aan toegekomen. Vertelde hij dat u überhaupt geen rijbewijs heeft? En dan denk ik, ja, hoe ga je hier? Want ik zit ook niet in een grote stad. In Athene kan je het ook prima zonder auto. Maar hier zou je dat echt niet kunnen. Dan zit je hier wel een beetje moeilijk. Ja. Daar een woord voor moet gaan verzinnen. Heel erg irritant. Irritantie op zijn Grieks. En hoewel nog moeten zien of René echt zijn koffers pakt na de traumatische witte wijnlunch, heeft de goochelaar zelf zijn truc al verklapt. Hij is verliefd. Na de opnames bij Iris liep hij zijn nieuwe vriendin tegen het lijf. En die maakt tenminste wel eten voor hem. Mauw. Het is jammer dat we niet meer van René hebben kunnen genieten. Misschien komt er nog wel een goocheltruc, maar zijn acties leverden meteen al de nodige persiflages op. Kijken, ja. Hey, goedemorgen. Als je het... Alsjeblieft. Oh, sorry. Alsjeblieft. Oh, ja. Liefde dan, hè? Ja, dus. Proost. Ja, niet op mijn liefde. Oh, dan had ik echt mazzel dat we hierheen gingen, man. Dat is mijn favoriet. Wat? Klossas, deze vis. Die vis. Ja. Tong. Ja. Hoi. Alles goed? Ja. Oh, goeiemorgen. Schat. Alles goed? Hoi. Alles goed? Oh, ja. Ja.
Maar Henry van Loon en Jelka van Houten kennende kunnen we nog heel veel meer van hen verwachten dit seizoen. Ja, en dan is er ook nog nieuws uit Oostenrijk. Astrid en Harm-Jan in B&B Vol Liefde, hoe is het nu met, nog in tranen te zien om hun huwelijksvideo. Die hebben gezinsuitbreiding. Een golden retriever met de naam Bailey wel te verstaan. De eerste week van B&B Vol Liefde is in ieder geval goed van start gegaan. En dan moeten we volgende week nog kennis maken met Albert en Arno. Let dan vooral even op dat enorme glamourpaleis van Albert in Spanje. In Castel d'Emporda, een van de beste trouwlocaties ter wereld, heeft menig BN'er het jawoord gegeven. Romantisch kun je het optrekje dus zeker wel noemen.